Hallo, welkom bij vlogboek nummer 28 met de volgende boeken: Ronald Gippert's Harem, Willem-Frederik Hermans Hommes Hoest en Christian Wijts met Euforie. Ronald Gippert was in de jaren 90 de Nederlandse auteur van bestsellers die zorgde voor gewetenskwesties bij de docenten Nederlands. Mocht je Gip en ik over jou nou wel of niet lezen voor je literatuurlijst. Literaire critici, maar dus ook docenten Nederlands, vonden het te oppervlakkige literatuur. Te studenticoos, te plat, te veel seks. Kortom, leesbare komische boeken dus. Inmiddels zijn we twee decennia verder, is Ronald Gippert wat ouder geworden en zouden we kunnen stellen dat hij wat serieuzer is gaan schrijven. Minder flauwigheden, meer diepgang, zo ook in zijn laatste roman Harem. Harem is een familieroman. We lezen over de geschiedenis van een familie uit Zweden. Het verhaal wordt verteld door Liam Hope, een schrijver en de zoon van een wereldberoemde popfotograaf, Mac Hope. Wiens oeuvre wordt geëxposeerd in een grote overzichtstentoonstelling. Onder andere aan de hand van de foto's lezen we over het roerige verleden van Mac die samenwoont met Liam's moeder, Freya, twee andere vrouwen en nog een hele grote vriendengroep. Mac woont samen met zijn harem in de Melkerij, een kunstenaarswoongroep met vrijzinnige geest, een beetje vergelijkbaar met The Factory van Andy Warhol. Hey, white boy. What you Centraal in het boek staat de fotografie. En aangezien beeld en tekst twee verschillende zaken zijn, worden de foto's steeds beschreven. En moet je als lezer mee fantaseren om de beelden voor je te zien. Een aardige literaire truc om een roman omheen te bouwen. Als ik hier in het boek schrijf: Een stijgerend paard. Dan zit er nu in jouw hoofd een stijgerend paard. En dat is waarom de taal het altijd zal winnen van het beeld. Een gelukkig huwelijk tussen een indrukwekkend plot, aansprekende personages en een buitengewoon sympathieke verteller. Deze roman is een pleidooi voor seksuele vrijheid, andere samenlevingsvormen, mooie mensen, succes, geld, de jacht. Ja. Voor het leven zelf. Liefde, familie, maar ook jaloezie en eet zijn motieven die in dit boek met een gemiddeld leesniveau langskomen. Verwacht niet het springerige of het schreeuwerige van Gippard's vroegere romans. Er zijn geen jongeren die constant nieuwe woorden uitvinden rondom seks. Het is een stuk serieuzer en rustiger opgebouwd. Gippard lijkt het Gippardiaanse te hebben verloren, bewust natuurlijk, want een schrijver wil zich ook ontwikkelen. Maar of dat nou erg is, zul je zelf moeten bepalen bij deze Zweedse familiecroniek. Voor sommige leerlingen kunnen de boeken op de literatuurlijst niet kort genoeg zijn. Veel korter dan Hommes' Hoest van Willem Frederik Herman zul je ze haast niet aantreffen. Deze novelle, een spannend verhaal, telt maar 68 pagina's. Hoofdpersoon Homme, een man, is in een snelle wagen op weg naar Turkije om daar de auto te verkopen. Onderweg ziet hij een gekreste auto. De bestuurder is overleden, maar de bijrijder, een liftende Nederlandse vrouw met de naam Helena, leeft nog en rijdt vervolgens met hem mee. Als ze in Turkije aankomen, weet Helena Homma steeds te overtuigen om nog een stukje verder te rijden en terwijl de auto langzaam uit elkaar valt, komt het verhaal tot een climax. Hermans zou Hermans niet zijn als hij het verhaal niet vol met motieven en symboliek zou stoppen. Zo is de hoofdpersoon Homme veelvuldig aan het hoesten, vandaar ook de titel. In de titel zat overigens een spelfout, maar ook die maakte Herman's bewust. Daarnaast zitten er vele verwijzingen in naar de Griekse mythologie en ook de auto die langzaam uit elkaar valt is een belangrijk motief. De hoest en de auto waarschuwen voor een naderend onheil. Zet enkele vragen centraal. Bestaat het noodlot of bestaat het leven louter uit toeval? Waarom doen we sommige dingen en waarom nemen we de logica van andere mensen aan? Zo laat Homer zich eigenlijk leiden door de wil van Helena met desastreuze gevolgen. Een novelle dus, een kort verhaal met een makkelijk leesniveau en het leest als een spannende en duistere film. Een korte tekst als deze leent zich uitstekend voor een uitvoerige analyse. Dus als je Homer's hoest op je lijst zet, verdiep je dan in de Griekse mythologie en de verschillende motieven. Want je docent gaat daar zeker naar vragen. Als je het boek Euforie uit 2012 van Christian Weitz leest, dan merk je hoe zorgvuldig de roman is opgebouwd. De hoofdstukken worden afwisselend genummerd met dan weer Romeinse en dan weer Arabische cijfers, waarmee het heden en het verleden wordt aangeduid. Het is deze zorgvuldigheid die goed past bij de hoofdpersoon, een architect. Het boek begint met een terroristische aanslag in een parkeergarage in Den Haag. En Johannes Vermeer, de hoofdpersoon, is toevallig in de buurt. Op verzoek van de politie helpt hij met het vervoeren van de gewonden. Na de aanslag besluit de overheid dat er een monument moet komen op de plaats van de ramp. En het architectenbureau van Johannes denkt mee naar de opdracht. Ondertussen komt hij privé in de problemen. Er dreigt een huwelijkscrisis met zijn vrouw Celine en als hij dan zijn jeugdliefde Isa ook nog ontmoet, dan wordt het pas echt een zooitje. <truimert> Die bossen, die useless, een schrijver als Weitz neemt geen genoegen met een goed plot. Hij wil de lezer ook informatie geven over uiteenlopende zaken. Zo volgen er beschouwingen over verschillende onderwerpen: architectuur, terrorisme, de macht van de media, duurzaamheid, de bureaucratie van de overheid en de chaostheorie. Edward Norton Lorenz, a mathematician and meteorologist who was one of the first proponents of chaos theory. The butterfly effect is a term used to describe how small changes can affect large complex systems. The term comes from the suggestion that a butterfly in Brazil flaps its wings and a few weeks later Texas has tornadoes instead of clear skies. Pagina na pagina werkt Beits aan een bouwwerk, zij paadje fraude, sublot bedreiging, dat maar niet verleidelijk wil worden. Die rusteloze, al maar geopineerde manier van denken heeft iets vermoeiends voor de lezer. Eufrie heeft een gemiddeld leesniveau en gaat over de zoektocht naar schoonheid in de architectuur en over de invloed van een simpele jeugdliefde in een hedendaagse achtergrond van terrorisme, de media en technologie.